Vandaag hebben we een fietsexamen georganiseerd voor de lagere scholen van de stad Vilvoorde. Ik vind dat een schitterend initiatief, omdat we vaststellen dat kinderen niet meer in het verkeer kunnen omgaan. Waar dat vroeger spontaner gebeurde van thuis uit, van bij de ouders. En dat we dat hier toch in een verstedelijkt gebied minder tegenkomen, is dat wel een goed initiatief. Zodanig dat de kinderen leren omgaan met de verschillende verkeerssituaties. Eerst moesten we een paar oefeningen doen om te zien als je goed kon fietsen. En dan mochten wij een fietsexamen doen waar we rond Vilvoorde hebben gefietst. We moesten stoppen als we moesten stoppen en we moesten oversteken en zo. Zo van die dingen. Als we naar links moesten draaien, onze linkerarm uitsteken. En als we naar rechts moesten draaien, onze rechterarm uitsteken. Het fietsexamen is een praktijktest in het echte verkeer voor het zesde leerjaar, waarbij kinderen elke twee minuten, om de twee minuten, aan de schoolpoort vertrekken en een vooraf bewegwijzer het parcours afleggen. Onderweg staan er een aantal controleurs, dat kunnen leerkrachten zijn, maar ook verkeersouders en ook politiemensen, die kijken of de jongens en de meisjes het correct doen, de handelingen correct uitvoeren. En helemaal op het einde krijgen ze dan een gouden fietsbrevet, waar dan op staat of ze al of niet geslaagd zijn. Je stelt zelf vast dat kinderen te veel gebracht worden met de auto. Ja, dus als je niet van jongs af aan kinderen leert omgaan in het verkeer, zowel als voetganger of met de fiets. Ja, een keer als het dan moet in het middelbaar, dan kennen ze het verkeersreglement niet. Kunnen ze de verschillende verkeerssituaties niet goed inschatten, naar veiligheid toe ook niet. Hè. De reden dat we het fietsexamen zo belangrijk vinden, is omdat we in de ongevallencijfers zien dat er vanaf de leeftijd van 10 jaar een probleem ontstaat bij fietsers. Dus vanaf de leeftijd van 10 jaar raken er meer en meer fietsers gewond of zelfs in het slechtste geval gedood in het verkeer. Daarnaast zien we bij de deelnemers aan ons fietsexamen, en dat zijn er toch meer dan 1 op 5 van alle leerlingen in het zesde leerjaar in Vlaanderen, dat 1 op de 10 niet geslaagd is. Beiden, zowel die ongevallencijfers als die niet geslaagd, hebben te maken met een gebrek aan ervaring. En om daar wat aan te doen, vinden wij het belangrijk niet alleen dat die dingen getest worden, maar dat er ook zo vroeg mogelijk rond gewerkt wordt. Zowel op school als bij de ouders thuis. Met mijn ouders heb ik gisteren s'avonds nog eens een keer het parcours gefietst. Mijn mama had de kaart mee, dus ze wist hoe dat we moesten gaan. En bijvoorbeeld als we onze handen uit moesten steken, zei ze dat je je hand moest uitsteken. En als je in de ogen moest kijken van de mensen, omdat ze je konden zien, dan deed ik dat.